Normaal gesproken openen wij deze uitzending altijd met het onderdeel Little Hymns. Ja. Ik merk trouwens ook dat ik een beetje moet bukken. Oh, misschien moet je ook even een stoel pakken. Nee, ik blijf lekker staan. Maar ik moet wel bukken. Maar ja, goed, het is weekend. Maakt niet uit. Een microfoon zakt er tegen de weg. Kijk nou. Ja, jongens. Ja, precies. Anyway, we beginnen dus elke uitzending met Little Hymns. En daarin vertellen we normaal gesproken alle drie een kort verhaaltje over iets wat we hebben meegemaakt of gezien of gehoord in de afgelopen week. Wat onze lofzang verdient, onze hymn. Gewoon een klein complimentje aan iets of iemand wat je hebt meegemaakt. Nou heb ik jullie daar niet op voorbereid. Nee. Dat maakt niet uit. En dat besef ik me al te goed. Maar daar krijgen jullie dus nu nog even de tijd voor, want ik ga gewoon zelf beginnen. Okay. Ik heb normaal gesproken staat erom bekend dat ik niet echt hele bijzondere Little Hymns heb. Maar ja, als je dan toch iets moet hebben, dan ga je op zoek naar iets kleins. En dan heb je dan toch wel weer iets waarvan je denkt van, is dat nou benoemen waard? Maar deze week is het anders. Deze week heb ik wel echt iets wat het benoemen waard is, vind ik zelf. En dat gaat over twee van onze vaste luisteraars van voor de weekend. Ja. Die echt elke week luisteren, behalve nu. Nu niet. Want het gaat namelijk om mijn ouders. Ja, die zijn hardcore fan. Maar die zitten op dit moment ergens in Zuid-Limburg. Want ze zijn aan het vieren dat ze 30 jaar getrouwd zijn. Oh, wauw. En kijk, ja, daar kun je lang en kort over praten. Maar dat verdient mijn Little Hymn even. Wat leuk. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, heb jij inmiddels iets ik wilde ook een beetje in die hoek gaan zitten. Oh jee. Ja, in Zuid-Limburg? Meer in de familiehoek. Oh, nou vertel. Nee, ja, het gaat over mijn vader. Die is namelijk buschauffeur. Ja. En dat is echt heel klein. Maar ja, er reden natuurlijk minder bussen. Want er was minder publiek in de bussen. Dus mijn vader hoeft een tijdje niet meer te rijden. Afgelopen week is hij weer begonnen. En het ging goed. En hij was een beetje zenuwachtig of hij met zijn grote bus alweer door de stad heen kon en zo. Is allemaal gelukt, allemaal goed gegaan. Dus Little Hymn voor mijn vader. Ja, maar is een bus niet net een fiets? Is dat verleer je? Ja, dat, ga er eens. Oh, dat verleer je. Verleer je dat? Nee, ik kan het niet. Maar ik je verleert meer. Het. Ik wou zeggen, je moet op de oude bus moet je leren. Ja. Oh jee. Goed. En jij, Joris, heb jij een Little Hymn? Nou, ja, dan denk ik dat hij toch ook een beetje in de familiehoek zit. Maar dat is dan mijn vriendin. Ik had namelijk, sinds dat ik vanochtend wakker werd, de hik. Ik vertelde het net tegen Rick. Ik zei, oh jee, dat zul je zien. Je moet een keer op de radio en dan heb je de hele dag de hik. Oh ja. Dus ja, die voelde ik wel aankomen. Totdat ze me eigenlijk liet schrikken. En toen was ik er vanaf. Maar dat was zeg maar, laten we zeggen, een half uurtje geleden. Okay. Dus bedankt daarvoor. Wil je nog vertellen hoe ze je liet schrikken? Het was gewoon een simpele boe, zeg maar. Het was niet. Het waren geen gekke dingen verder. Het was makkelijk te pleasen. Nee. Ja, nee. Het zou toch leuk zijn dat daar gewoon dat daar dan iets uitkomt dat je denkt, oh. Ik heb een idee waar je. Maar nee, het was niks spannend. Het was met je niet vrouw. Van, schat, ik ben zwanger. Nee. Ja, dat? Nee, ja, nee. Met je vrouw. Het was makkelijker dan dat. Ja. Verhaal zonder clue. Ja, sorry. Nou, goed. Ik vind het onvoorbereid best. Ik heb hem ook hoor. Oké, top. Ja. Even intern. Ik vind dat we jullie onvoorbereid toch leuke Little Hymns hebben uitgedeeld. Waarvoor complimenten. Dankjewel. We hebben een hele leuke. Heb je wat gewonnen? Nee, je hebt niks gewonnen. En je gaat ook niks winnen. Maar we hebben wel heel veel quizjes deze uitzending. En heel veel leuke onderdelen. Want ja, Miguel is er niet. En normaal gesproken bereidt deze uitzending natuurlijk samen met Miguel voor. Ja. Dat viel even weg. Dus moest het helemaal zelf doen. Maar ik vind dat het best leuk geslaagd is. Zometeen gaan we natuurlijk eerst naar de muzikale nieuwsquiz. Dat blijft wel gewoon hetzelfde. Even kijken of jullie het nieuws hebben gevolgd deze week een beetje. Maar eerst wil ik een beetje in de familiesfeer blijven. Want mijn zusje, die is helemaal fan. Ja. Van de baseballs. Ja. En nou zag je dat ze die deze week een nieuwe plaat hebben uitgebracht. Dus die wil ik gaan. De baseballs. Het Rock Me Amadeus. Welkom bij de cursus Weekend voor Behimmers. Allereerst duimpje omhoog doen. Daarna delen met je vrienden. En natuurlijk volgende week weer kijken.